Ben thuis. Het is woensdag en ik ben thuis gebleven. Ik trok het niet echt om naar school te gaan. Ik heb de hele nacht door liggen draaien van de buikpijn en pff, niet normaal. Ik heb elke keer warmte aanvallen, dan heb ik het weer heel warm, dan heb ik het weer heel koud. Ik heb zoveel buikpijn, ik pijn in mijn benen en mijn rug doet zeer. Vreselijk. Maar ja, het is inmiddels bijna 10 uur. Ik heb niet zoveel te doen. Dan alleen maar zitten, hangen, uitzieken. En hopen dat het allemaal snel overgaat. Ik heb wel een drinkvoorraadje neergezet. Een fles ijsthee en een kop thee. Muntthee met honing. Super lekker. Ik ga me lekker mijn gemak houden. Meer kan ik vandaag toch niet doen. Goed, het is even tijd voor een snacktijd. Het is zo, die klok doet het niet. Elke keer moet ik op mijn telefoon kijken omdat het niet doet. 7 minuten over 10, ik heb een beetje trek. Ik heb vanmorgen om 7:30 heb ik een broodje gegeten. Maar het is nu tijd voor een snackie. Deze bars. De Naked Cacao Coca Delight Bars. Rio, jij mag niet. Die zie ik heel veel langskomen. Het zijn ook Engelse. Kijk, Engelse vlag staat er ook op. Het zijn ook echt Engelse repen. Maar die zie ik heel veel langskomen in de food video's van Naomi Smart. Die is natuurlijk. Het is echt totaal vegan. Er zit geen rare dingen in. Sowieso zit er geen rare dingen in, maar. Maar het schijnt dus heel goed en heel lekker te zijn. Ik heb het nog nooit gegeten, dus ik ga het nu proberen. En ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we. Ik had het echt heel anders verwacht. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag, oftewel de ene laatste week voor, of de ene laatste dag voor de herfstvakantie. Ik ben inmiddels lekker wakker. Ik ben aangekleed. Ik heb make-up gedaan. En ik voel me best wel oké vergeleken met gisteren. Gisteren heb ik de hele dag op bed gelegen. Ik heb geslapen. De ene pijn zit in mijn mond. En de andere pijnstilling ging erin. Echt niet normaal. Maar het gaat goed nu. Ik voel me nu oké. Tenminste een beetje nog last van mijn rug en mijn benen. Maar mijn buikpijn is enigszins weg nu gelukkig. Ik heb me in ieder geval dus lekker aangekleed. Ik heb gekozen voor dit leuke shirtje van de Primark. Zwarte broek en mijn grijze Nike's. Omdat ze gewoon lekker luchtig zijn. En ik neem deze zwarte tas mee van de New Yorker. Deze zwarte tas van de New Yorker. En ja, de komende 2 dagen zullen gewoon echt best wel relaxed zijn op school, heb ik het idee. Ik heb eerst Nederlands, daarna zorgplannen, daarna voorlichting. Daarna 2 uurtjes kraam en dan is het klaar al. En dan hebben we morgen nog een dag, een hele korte dag. Hey, ik ben weer thuis. Het gaat niet. Ik heb het idee dat ik weer lekker aan het verstoppen ben. Zet jullie even hier neer. Kan dat? Nee. Zet ik jullie even hier neer. Ik heb het idee dat ik weer lekker aan het verstoppen ben. Ik heb heel, maar dan ook echt heel veel pijn op mijn borst weer. Ik heb het benauwd, mijn buik doet zeer, mijn rug doet zeer. Ik ben heel raar gevoel. Een soort van licht in mijn hoofd. Geen idee hoe dat komt, maar het is in ieder geval tijd voor nu in de klisma. Deze bad boys. In de hoop dat ik naar de wc kan daardoor. En ja. Weet je wat het is? Je gaat zoveel dagen niet. En vervolgens ga je een keer en denk je. Ik ben eindelijk geweest. Maar dat is. Je staat er niet bij stil. Maar dat is natuurlijk nog lang niet alles wat eruit moet. En dat is gewoon eens vervelende. Goedemorgen. Het is vandaag. Het is vandaag vrijdag. Gisteren ben ik ziek naar huis gegaan vanuit school. Ik ben 1 uurtje naar school geweest en toen ben ik naar huis gegaan, want ik
trok hem niet. Ik was gisteren hartstikke beroerd. Ik heb gisteren weer van die aanvallen gehad met pijn in mijn borst. Die zijn nog steeds aanwezig. Gisteren waren die er erg, maar nu nog steeds. Ik heb het heel erg benauwd. Ik ben heel snel buiten adem. Ik heb vandaag alleen een gesprek. Tenminste, ik heb les tot... volgens mij was het 1:15 of zo. Maar ik heb een gesprek om 9:15 met mijn mentor. En dat is het enige wat ik ga doen. Ik ga alleen naar dat gesprek. Dat ik dat heb gehad. Even kijken hoe ik nu mijn opleiding verder laat lopen. Even mijn mentor op de hoogte stellen hoe het nu gaat en wat er nu allemaal aan de hand is. En dan ga ik weer naar huis. Ik wil niet wagen om een dag nog op school te zitten met zoveel pijn. Ik bouw er wel van dat ik nu weer een dag niet aanwezig kan zijn. Maar voel niet helemaal lekker. Dus ik blijf thuis. Ik zit nu in ieder geval beneden aan een kopje thee. Ik heb bijna geen licht. Ik zit nu beneden aan een kopje thee. En even op mijn telefoon een paar YouTube filmpjes te kijken. Ik ga zo de deur uit. Ik pak de bus. Dan hoef ik ook niet zo ver te lopen. En dan ga ik even dat gesprek voor volgens mij een kwartiertje of zo. En dan ga ik weer naar huis toe. Helaas. Weet je, het is gewoon zo rot. Het ene moment, de ene week gaat het hartstikke goed. Daar heb ik nergens last van. En de andere week voel ik me totaal niet lekker. Heb ik overal pijn. Ja, dat is gewoon hartstikke slecht. Want dat is gewoon zo ontzettend irritant. Maar ja, ik moest even deze wasmand naar beneden brengen. Dus dat ga ik even doen. En dan... ik zou naar school voor 1 uurtje. Nog niet eens, voor een kwartiertje. Maar ik heb het er wel voor over, want dat gesprek is wel even nodig. Oké, goed. Ik ben thuis na het gesprek. Het was een goed gesprek. Ik heb net alle pijnstilling ingenomen. Ik heb warmtepleisters op mijn buik en op mijn rug zitten. Ik heb net een klisma gebruikt. Dus in de hoop dat het gaat werken vandaag. Ik voel me in ieder geval nog steeds niet lekker. Ik heb net wel even alles een beetje op mijn gemak opgeruimd. Ik heb er in totaal 1 uur over gedaan om een klein beetje rommeltjes op te ruimen die hier rond lagen te slingeren. Maar ja, nu in ieder geval... even deze video gaan editen op mijn gemakje. Daarna ga ik alles even in orde maken voor mijn planning voor de toetsweek. Die ga ik zo even maken en dan kijken hoe het af gaat lopen. Alleen betreft mijn aanwezigheid op school. Ik ben natuurlijk heel veel naar de dokter, huisarts, ziekenhuis, fysio, diëtist, noem het maar op geweest. Waardoor mijn afwezigheid erg laag is. Of mijn aanwezigheid is erg laag. Die is namelijk, staat nu op 69%. En het moet 80 zijn, wil je toetsen gaan doen. Ik heb na de herfstvakantie nog maar 1 week. En daarnaast de toetsweek. Dus het is voor mij nog maar de vraag of ik de toetsen mag gaan doen. En dat vind ik heel erg balen. Heel erg vervelend, heel erg jammer. En zeker ook niet leuk. Even mijn bureau wegzetten, ik sta een beetje scheef. Dus ja, het is afwachten en hopelijk laat de school mij wel mee toetsen. Anders, baal ik wel heel erg. Maar ja, we gaan het meemaken. In ieder geval ga ik nu een planning maken. En zo meteen even slapen, want ik heb vannacht niet geslapen. Ik ben zo moe. Maar goed, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het toch een beetje een leuke video is geworden. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!